First Lady Ingrid Boutersen-Waldring weet niet van ophouden. Na het succes met Wakka Passie is nu de Paramaribo Zoo aan de beurt. Binnen niet al te lange tijd krijgt de zoo een modern waterpark. Geachte aanwezigen, voor ik ga afsluiten, wil ik ook een verrassing met jullie delen. De minister van Buitenlandse Zaken heeft mij op 5 augustus medegedeeld dat nog een project van me is goedgekeurd. Het gaat om de bouw van een zwembad in Paramaribo Zoo. Dit project is goedgekeurd binnen het raamwerk van de Roadmap on Cooperations Program tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk van Marokko voor de periode 2017-2021. Ik denk dat we een applaus. Dit is het in het kort. We zijn nu gekomen, vandaag is de grote dag, om eindelijk het contract te tekenen tussen de First Lady en de aannemer, het ministerie van Buitenlandse Zaken, om te kunnen starten met dit project. We kijken uit naar de opleving van de Paramaribo Zoo. Meneer Trustful heeft me al gevraagd om naar dieren op zoek te gaan. Misschien kan de beschermvrouwen daar ook een rol in spelen. Maar we gaan heel gericht met grote dierentuinen via ons bilateraal contact dat ook oppakken. Zodat onze zoo een internationale zoo kan worden. Even aan het eind wil ik de minister echt waar en haar team van Buitenlandse Zaken wil ik bedanken. Door hun hebben we geleerd dat we projecten kunnen indienen. En zij, zodra ze weet waar we een project kunnen indienen, geeft ze ons een kleine pingie en we dienen het direct in. Zonder haar en haar team natuurlijk had mijn bureau dit niet kunnen doen. Ik ga de Paramaribo Zoo ook vragen om het echt te trekken. Als er iets daar misgaat, om eigenlijk aan de bel te trekken. Zodat we achter meneer Hesdy en zijn team gaan zitten. Samen met OEMV. Ik wil natuurlijk OEMV ook bedanken die allemaal projecten ondersteunen. Ik wil ook nog een keer stressen dat het is een grant voor de duidelijkheid. Voor men weer allerlei verhalen loopt te vertellen. We krijgen dat geld. Absoluut. En wij zorgen ervoor dat het project wordt uitgevoerd. Dat is het, mensen. Mijn bureau doet het echt alleen met donaties. Ik wil van hieruit wil ik natuurlijk ook Marokko. Ik wil ze bedanken, Koninkrijk Marokko, want ze zijn een koninkrijk. Ik wil ze hartelijk bedanken voor hun grant. Dank u wel. Technisch het overal situatie. Heb je dan bij de aankomst binnen intreden hebben we gedacht om een grotformatie, een doorloopgrotformaties te creëren. Opdat men, als men die doorloop gaat hebben, dat men al het gevoel heeft van hey, dit is echt een grot waar ik er doorheen moet gaan. Dank u wel. Het is voor mij als directeur van de dierentuin vandaag, First Lady Beschermvrouwen, een bijzonder moment. Maar u wist me ook toen weer duidelijk een hart onder de riem te steken. Directeur, geef het niet op. Ik ga mijn best doen. En vandaag staan we hier met de opening. Hartelijk dank iedereen die een bijdrage levert. Dank u. Het enige wat ik zou willen zeggen, we hebben de First Lady in actie meegemaakt bij Wakka Passie. Dus ik denk niet dat het een andersoortige aanpak zal zijn. Het gaat sowieso 24/7, maar dat is ook die spirit die we graag ook ingepompt willen hebben natuurlijk. Dank u wel. We drinken op een goed verloop. Ja? Succes met uw werk. Proost. Heel veel succes. Proost. Minister.